Ja, ik had wel direct een goed gevoel. Ik zat direct in het ritme. Ik had het parcours op voorhand goed verkend en bestudeerd. Dus ik wist wel waar het verschil gemaakt moest worden en alles verliep volgens het plan. Dus ja, niet veel op aan te merken. En dat is tof om het gevoel te hebben dat je gewoon goed bezig bent. Tussentijden wist ik niet, omdat ik me volledig op mezelf wil focussen. En ja, dat is fantastisch uitgedraaid. Het is ongelooflijk dat ik vanochtend niet echt durf dromen eigenlijk. Zeker als je ziet wie dat er allemaal aan de start staat. En de top 10 ligt er niet om. Dus eentje om in te kaderen. Nu natuurlijk heb ik de leiderstrui als bonus nog bij. Dus gaan we wel proberen om vooral die laatste rit zal dat stand te houden. Wat dat zeker niet gemakkelijk zal zijn. Super important, of course. It's my first World Tour win. In a field like this, with all the great names. Yeah, I'm super happy.